Dat is ook ons recht, anders is het niet eerlijk als mensen zonder beperking wel mogen leren en wij niet. Hi B-team, ik ben Romee en ik ben een petitie gestart, Leerkansen voor iedereen. Deze petitie staat ervoor dat mensen met een verstandelijke beperking graag door willen leren, net als ieder ander. Want ik mag wel studeren, maar mijn zusje Amy met een verstandelijke beperking, zij niet. En dit vind ik oneerlijk. Nee, dat is ook zeker niet eerlijk, nee. Danny, wat voor opleiding heb jij eigenlijk gedaan? Ik heb de ZMOK-opleiding gedaan bij Herman Boerenschool in Rosmalen. En dat was een speciaal voorgezet onderwijs? Ja. Nou, tot vanavond. Hey, hallo. Ja, goedemorgen. Lex, daar mag je zitten. Romee, waarom de petitie? Ik ben eigenlijk gestart met de petitie omdat ik zag dat ik wel mocht studeren. Maar mijn zus, die is 2 jaar ouder, ze heeft een verstandelijke beperking. Okay. En zij krijgt in Nederland niet de mogelijkheid om door te studeren. Waarom zou Amy dan niet mogen doorleren? Daar weet ik zelf eigenlijk het antwoord ook niet op. Ik vind dat iedereen in Nederland de kansen zou moeten hebben om te mogen studeren. Zou er volgens jou verder moeten gebeuren dan? Wil jouw zus gewoon door kunnen leren als ze wil? Ik vind dat er een soort opleiding moet komen voor mensen met een beperking. Op een mbo of op een hbo, waarin ze zelf een richting kunnen kiezen, lessen kunnen volgen. Eigenlijk kunnen leren wat zij zelf willen. Ik heb ook een opleiding gekozen, dus ik vind dat mijn zus dat ook zou moeten doen. Hoe besteedt Amy momenteel haar tijd dan? Iedere maandag en dinsdag gaat ze naar leren en ontwikkelen. En dat is eigenlijk, ja, het is niet echt een school, het is een dagbesteding. Okay. Maar zij staan ervoor dat mensen met een beperking ook nog kunnen doorleren en ontwikkelen. En de rest van de week werkt zij in Nijkerk bij de postkamer. Dat is een dagbesteding en daar werkt zij in de bediening. Gaaf. Hi, ik ben Dick Houtsnager. Oké, welkom. Leuk dat je er bent. Kom binnen, ga zitten. En hoe zit het met het rechten van onderwijs? Iedereen heeft recht op onderwijs, ook mensen met een beperking. Nederland heeft vorig jaar een verdrag ondertekend, een verdrag van de Verenigde Naties. En daar staat in dat iedereen recht op onderwijs heeft. In het verdrag wordt ook gezegd, je hebt recht op een leven lang leren. En dat houdt niet bij 20 op. Als je geen hulp nodig hebt, dan kun je naar het hbo of naar de universiteit of naar het mbo. En als je wel hulp nodig hebt, dan houdt het op je 20ste op. En wij denken van het College voor de Rechten van de Mens dat dat niet de juiste oplossing is. Wij denken dat Nederland daar wat aan moet doen. En wie moet dat dan mogelijk maken? Dat is in eerste instantie de minister van Onderwijs. Er ligt nou een petitie van Romee en Amy. En wij denken als College voor de Rechten van de Mens dat het goed zou zijn als daar een oplossing voor gevonden wordt. En dat is een goed streven. Ja, dat is een goed streven. Ja. De school. Kijk, dat school zit hier. Ja, daar zit mijn zus. Als je eens naar jezelf kijkt, hè? Ja. Mag je 1 ding opschrijven waar jij vindt dat je heel erg goed in bent? Oké, maak er eens nou een balletje. Hallo. Hallo. Dit is sociaal school. Ja. Ik zit hier elke maandag en dinsdag bij leren ontwikkelen. Gaaf. Wat leer je precies dan? Op maandag doen wij sociale vaardigheden. Op welk moment kun je beter iemand de verkering vragen voor een date of voor een relatie? Dat is nou een goede vraag. Ik vind het een supergoeie vraag, maar ik weet het antwoord even niet zo snel. Oh. Wat vinden jullie? Dus jij wil gewoon graag naar school blijven gaan. Wat wil je precies doorleren? Engels lijkt me heel interessant. Hoe about that? En have a nice day. Wow. En dat ze meer uitleggen wat er in het nieuws komt. En wiskunde, lijkt me ook interessant. Wat vind je ervan dat jouw zusje gewoon een hele belangrijke petitie is gestart? Dat vind ik wel belangrijk dat ze dat doet. Want dan kunnen mensen met een beperking ook gewoon verder leren. Dat is ook ons recht, anders is het niet eerlijk als mensen zonder beperking wel mogen leren en wij niet. En ik hoop echt dat de ministers dat ook vinden. En dat er ook echt een school gaat komen voor mensen met een beperking. Kijk even goed naar die persoon die op je briefje staat. Zou jij nou iets willen opschrijven waar die persoon heel erg goed in is? Dus niet jezelf, wat je net deed.
Het is dus een school voor mensen met een licht verstandelijke beperking, maar ook weer niet. Hoe zit dat precies? Ja, raar is dat eigenlijk. Hè? We zitten op het mbo de hele dag. Ja. En het is eigenlijk geen school. Nee. En we zitten dus met dagbesteding in school. Ja, dat klinkt heel raar, maar het is gewoon wel een gegeven. Waarom heet het dan precies dagbesteding in plaats van schoolonderwijs? Onze cursisten, we noemen ze geen kinderen meer of leerlingen, maar cursisten, hebben allemaal het voortgezet speciaal onderwijs gevolgd. Okay. En als ze 20 zijn, ja, dan moet je van school af nog steeds. Maar ze zijn niet uitgeleerd. En dan krijg je of een indicatie dagbesteding of je gaat werken. Okay. Nou, vaak zijn onze jongeren nog niet in staat om betaald werk te gaan doen, maar die willen nog wel doorleren. Ja. En dan mag je met dagbesteding, mag je dus naar leren en ontwikkelen komen. Dus dan ben je dagbesteding, okay. Maar we zijn wel leren en ontwikkelen. Lees maar eens wat de anderen over jou opgeschreven hebben. Ik help graag mensen. Ja, dat is eigenlijk ook raar. Deze mensen zijn eigenlijk de enige groep die na hun 20's niet gewoon vrijheid mag doorleren. Ja. Nou, weet je, dat is het hele kromme in onze wetgeving. Hè. We vragen heel veel van onze jongeren, van je moet meedoen in de maatschappij. Ja. Hè. Participeren heet dat dan zo mooi. Ja. Maar we vergeten even dat we, dat we daarbij moeten helpen. Met een vorm van onderwijs, een vorm van vorming. Ja. Ik ben heel blij dat wij dat kunnen bieden voor 2 dagen in de week. Zou het iedereen zo gunnen? En dat is het meest vreemde nog steeds in de wet. Als ze 20 zijn, houdt het gewoon op. Zoals je een Amy ziet, nou die barst van de motivatie. Nou, die is wel gemotiveerd om dingen te gaan doen. Die is wel ambitieus wat dat betreft. Ja. En zo zijn er meerdere. Thank you. Have a nice day. Goedjes hè. Hoi. Hoi, ik ben Marlin van B-team. Hoi, ik ben Lisa Westerveld van GroenLinks. Wat vindt u ervan dat het voorgezet speciaal onderwijs al stopt op je 20e? Ik vind dat geen goede zaak. In het hele onderwijs heb je het gewoon veel moeilijker als je een beperking hebt. En dan vind ik een leeftijdsgrens van 20 vind ik veel te strak. Omdat ik vind dat je moet kijken naar wat is nou goed voor jongeren zelf. En dan zie je toch dat we heel erg, dat het hele onderwijssysteem heel erg is ingericht op toeleiding tot de arbeidsmarkt. Hè. Dus met onderwijs moet je een baan kunnen vinden. Of tot een diploma behalen. Terwijl ik vind dat onderwijs veel breder is. Het gaat ook om je eigen ontwikkeling. En daarom zouden we niet moeten zeggen van bij 20 jaar dan zetten we hier een stop op. Dus ik ben geen voorstander van een hele strakke leeftijdsgrens. Wat kunt u er doen als Kamerlid tegen doen? We hebben wel over een tijdje weer een algemeen overleg, heet dat. Dus eigenlijk een debat over passend onderwijs. En dan praten wij met de minister van Onderwijs. Dan ga ik hem gewoon eens vragen, hoe zit dat? Wat gaat er in praktijk mis en wat kunnen we nou doen om ervoor te zorgen dat die jongeren die dat willen ook gewoon na hun 20e op school kunnen blijven? Nou, dat is mooi. Nou, we hebben je in ieder geval een zetje kunnen geven en aardig op weg kunnen helpen. Nou, heel erg bedankt daarvoor. Ik hoop dat nog heel veel mensen de petitie zullen tekenen. Heb jij hulp nodig of heb je een prangende vraag? Mail alsjeblieft naar No Limits Network. Ja, ik ben me gewoon kwijt. Karen, oh, dat is echt wel, dat is een bult tekst, jongen. No Limits Network @kro. No Limits Network @kro-ncrv.nl. En dan komen we je helpen. Doei! Just for one day.